Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video ga ik al mijn schoolspullen laten zien die ik voor mijn laatste jaartje voor de middelbare school heb gekocht. Dus hebben jullie er zin in, doe vast een dikke duim omhoog. Ik zou het super leuk vinden als je eventjes abonneert op dit kanaal hieronder. En dan gaan we nu lekker beginnen. Oké, laten we lekker beginnen. Ik heb trouwens de bonnetjes naast me liggen voor als ik de prijsnummer weet van een product. Kan ik het eventjes op gaan zoeken voor jullie. Dus dat is helemaal mooi. Ik denk dat ik ga beginnen bij de kaftpapier, want daar heb ik maar een paar dingetjes van. Dus die gaan we nu mee beginnen. Ik heb trouwens een thema dit jaar. Ik wil de kleuren een beetje in het roze, zwart en goud houden. Dus jullie zien waarschijnlijk heel veel van dat soort kleurtjes langskomen. Maar als kaftpapier heb ik deze als eerst gekocht. Dit was in een setje van 3. Ik vond zulke leuke kleurtjes. Lekker vrolijk. Lichtroze, wat donkerder roze en felroze. Dus ja, helemaal leuk. En dit setje van 3 was 2 euro bij elkaar. Dus dat is hartstikke goedkoop voor 3 rolletjes. Dus deze. En thuis heb ik nog deze. Deze heb ik dus niet dit jaar gekocht, maar vorig jaar zo'n rolletje zwart. Want ik wil dus denk ik deze kleurtjes gaan doen. Dus helemaal toppie. Dat heb ik qua kafpapier niet zoveel gehaald. Omdat ik 3 rolletjes wel genoeg heb. En omdat ik thuis nog wat had liggen. Nu gaan we eventjes door naar de schriften. Qua schrift heb ik dit gekocht. Gewoon voor eigenlijk elk vak heb ik gewoon zwart basic schriften. Het zijn gewoon lijntjes. Gewoon lekker basic. En deze waren, ik ga het even opzoeken, 2 euro voor 5 schriften. Dus dat is helemaal toppie. Dan voor wiskunde heb je natuurlijk ook een soort van schriften nodig. Maar dan in het blokjes, ruitjes. En daarvoor heb ik deze schriften gekozen. Dit zijn er 3. 3 in de verpakking. Super chill. Dus dan heb ik ook voor als het leeg is. Deze kleur gewoon ja, basic ruitjes schriften. Super chill met deze ring dingen trouwens. Deze waren... geen idee. Ik kan het niet echt goed vinden. Maar ik denk of 2 euro of 3,50. Zoiets denk ik. Dus die moet je maar eventjes kijken bij de HEMA zelf. Als je deze graag wil hebben. Die legt. Dan heb ik nog een collegeblok. Want ik ga natuurlijk examens doen dit jaar. Dit wordt mijn laatste jaar. De 4e. Dus collegeblok altijd handig. Voor toetsweken of ja, voor examens natuurlijk. Gewoon met lijntjes. Hartstikke handig. Dus deze. En deze was 2,50 euro. Dan komen we aan. Welke zal ik nu gaan doen? Deze. Bij de plandingetjes. Deze desk planner. Super chill. Ik heb, zoals jullie hier zien, hier heb ik er ook eentje staan. Ik heb het eigenlijk het hele jaar gebruikt. Ik vond het gewoon heel erg chill om een beetje... te zien wat je een beetje in een week moet af hebben of maken. Dus gewoon deze is heel basic, maar die zet ik dan zo op mijn bureau neer. Dit. Ik kan er niet zoveel over vertellen. Maar deze en deze was 5 euro. Oh nee, hij was 3 euro. Hij was 3 euro. Dus handig. Dan om te plannen heb je natuurlijk ook een agenda nodig. En deze agenda vind ik echt super chill. Deze, en ik vind hem ook echt heel erg leuk. Deze. Volgens mij is het van Beautiness, volgens mij. Even kijken, ja. Dat doet hij niet toe, maar ik vind hem echt heel erg fijn. Hij heeft ook een ringband en je ziet dus hier... daar is Joy, gezellig. Hier zie je de maanden en hier zie je dus ook de maanden. Waardoor je heel snel kan bladeren naar de maand zelf. Super chill, dus ik vond deze echt heel erg handig. Ook voor mijn examens natuurlijk. En ook ja, gewoon om alles te plannen wanneer ik alles af moet hebben en zo. Dus deze is heel erg chill. En deze was volgens mij... deze was 13 euro. Best een prijsje voor zo'n agenda. Maar dat maakt niet uit. Hij is wel echt super chill. Dan heb ik stickertjes. Ik heb dus een super leuk idee. Ik heb natuurlijk dat kafpapier. Ik wil zwart en roze. En dan wil ik geen etiketten er meer op. Etiketten. Ik weet het niet meer. Waar je in ieder geval je vak op schrijft. Maar ik wou dit doen. Ik vond het zo'n leuk idee. Ik had het vorig jaar bij iemand gezien. Maar toen had ik mijn boeken al gekaft. Dus ik had het bewaard voor dit jaar. Lettertjes. En daar ga ik dus gewoon mee schrijven. Mijn vak. Dus stel je hebt een zwart boek. En dan doe je leuk met hiermee bijvoorbeeld Engels schrijven. Ja, ik vind het toch helemaal leuk. Ja, dit is weer wat anders. En ik vind het helemaal leuk. En ik heb ook daarbij nog deze hartjes... en deze gekocht.
En hiervan heb ik er twee, want er zitten 4 vellen in. En per lettertje zijn er 3. Dus ik heb er in ieder geval lekker veel. Dus dat is top. En deze dingetjes. De lettertjes waren per stuk 1,50 euro. En de stickertjes waren ook 1,50 euro. Helemaal topje. Dan heb ik om een beetje, ja, dit is eigenlijk een beetje meer voor de toetsweken, van die sticky notes. Super handig. Echt heel erg handig voor als je gaat leren dat je even dit in je boek kan plakken of zo. Dus deze vond ik heel erg handig. Deze was, gaan we weer eventjes op het bonnetje kijken. 1,50 euro. Dan heb ik markers. Nou, super handig. Gewoon lekker fel. Ik had vorig jaar altijd die pastelkleurtjes van de HEMA. Die kennen jullie vast wel. Maar die waren te pastel voor mij. En ik heb die ook bijna opgebruikt. Dus ik vond het wel weer leuk. Wat nieuwe kleurtjes. En deze zijn echt super fel. Dus dat vond ik wel leuk. Ziet er gezellig uit. Dus deze. En deze waren, eventjes kijken, 1,10 euro. Dus dat is helemaal mooi. Dan heb ik deze dingetjes. Ook echt super, super handig. Voor gewoon tussen je schrift of tussen je boek te plakken. 90 cent waren deze. Dus helemaal toppie. Dan heb ik nog voor dit jaar een nieuwe passer gehaald. Ik heb er nog steeds eentje, maar ik vond het wel weer fijn eventjes een nieuwe. En ja, lekker klein, lekker verpakt. Dus dat is helemaal mooi. Voor mijn etui. En deze was maar 2 euro. Dus ik dacht, deze neem ik lekker mee. Dan heb ik nog een correctievloeistof. Hoe heet dat? Een ik weet even niet meer hoe dit heet. Maar in ieder geval op dit potje staat correctievloeistof. Dus in ieder geval dat vloeistof dat je dingetjes weg kan halen. Hartstikke handig. Dus deze en deze was, eventjes kijken, 1 euro. Dan heb ik nog een puntenslijper. Altijd handig. Die was 50 cent. Dan had ik nog een marker gekocht. Ja, soms is dat heel erg handig als je een groepsopdracht hebt of zo. Ja, is altijd wel handig met zo'n dikke stift. Deze was 1 euro. Dan komen we aan bij de pennen en potloden. Ja, het is niet heel erg speciaal. Maar ik heb deze pennen gehaald dit jaar. Van de HEMA ook weer 24 stuks. Ik weet niet of ik ze heel chill vind schrijven. Maar op dat moment dacht ik, ach joh, ik neem het mee. 24 stuks kan ik lekker lang mee. En schrijft vast wat chill. En ja, als ik wat kwijtraak, dan is dat geen probleem. Want ik heb 24 stuks. En deze waren voor 24 stuks 3 euro. Dus dat valt ook wel heel erg mee. En dan heb ik qua potloden gewoon deze basic potloden van de HEMA gehaald. 12 keer HB potlood. Dus helemaal toppie. Dat zijn, even kijken, deze potloden. Gewoon basic. En dan komen we nu aan bij het, oh nee, we komen niet aan bij het laatste. Bij het laatste van de HEMA in ieder geval. Dat is mijn etui. Ik heb echt elk jaar een nieuwe etui, omdat ik ze zo leuk vind altijd. Ik heb vandaag dit jaar deze. Ja, ik vind hem gewoon hartstikke leuk. Er zitten nog een paar dingetjes in, had ik er al gedaan. Ja, deze, ik kan er niet zo heel veel over vertellen. Maar deze. Hij is best wel heel groot, dus er past best wel heel erg veel in. Ik had er al wat dingetjes in gedaan hoor, die ik al had. Maar ja, het past echt super veel in. En ik vind hem gewoon heel erg chic met dat ja, rosé goud hier. Er staat op, today is your day. Dus ja, nou, ik vond hem gewoon hartstikke leuk. En hij is lekker ruim, waardoor er heel veel in kan. Dus deze en deze was, ik ga even kijken, 5 euro. Echt waar? 5 euro, dat valt echt heel erg mee. 5 euro. En die potloden waren trouwens 1 euro. Dus helemaal toppie. Nu gaan we eventjes nog naar twee spulletjes die ik ook heb gekocht voor school. Maar die niet van de HEMA komen. Dus dit was eigenlijk alle spulletjes die ik had bij de HEMA. Deze heb ik bij de Kruidvat gekocht. Deo. Ik vind het altijd zo chill om in je schooltas gewoon lekker deo te hebben. Heerlijk. En ik weet niet hoe duur deze was. Maar iets van 2 euro of zo. Dus hartstikke chill. En deze heb ik al laten zien in mijn vorige video. Maar een dopper. Deze had ik gekocht in Leeuwarden. En deze was 12,95 euro volgens mij. Super handig.
Dus dat was eigenlijk alles wat ik had gekocht voor school. Niet heel erg veel, want ik had ook nog heel erg veel in mijn laadjes en allemaal schriften over en zo. Maar dit is in ieder geval een beetje wat ik dit jaar heb gekocht. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe vast een dikke duim omhoog. Ik zou het super leuk vinden als je dus eventjes abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video.